Yo, what up kijkers van Golgi Games, welkom bij een nieuwe DAD Survival Reeks samen met Jerry. Ja, ja, precies. Ja, Jerry, wat gaan we vandaag doen? Niks. Maar, ja. Helemaal niks. We doen altijd wat, toch? Maar, ja, zoals jullie zien, is er een muur. Ja, we zijn al druk bezig met de muur, ja, want we hebben steeds van die pottenkijkers. En nog veel mooier, dat huis dat helemaal achterin staat. De hele grote, gigantische grote herberg. Met die heksentoren. Hou je hem op, was met die heksentoren. Het is gewoon een torentje, klaar. Maar ik denk dat de mensen wel nieuwsgierig zijn naar dat gebouwtje van je. Zullen we er even naartoe, dan kan je hem een rondleiding geven. Nou, ik vind helemaal niks, maar goed, kom maar mee. Heb je je speedo wel aan? Met wat? Je speedo. Altijd. We zijn al aan het zwemmen. Ja, we hebben snel even een gaatje daar gemaakt, hè. Lijkt wel klei. Klei! Klei, even lekker klei hier straks. Kom mee. Nou voel ik me klein. Nu meekomen jij. Oh mijn god, en nou denken de mensen, wat is er met jullie farm gebeurd? Nou ja, mensen. Die hebben Laurens heel mooi lopen grieven. Ja, heb ik helemaal lopen grieven. En nee, die dus ga ik verhuizen, maar dat laat ik jullie straks allemaal wel zien. We gaan eerst even een rondleiding krijgen in... Ik ga het straks wel reporten hoor, even dat je dat weet. Maar kom maar mee. Oké, nou we lopen gewoon eerst even een heel mooi rondje daaromheen. En ik zie dat ik nog niet alle dirt weggehaald had trouwens. We willen eigenlijk wel een mening van jullie weten, wat vinden jullie nou eigenlijk van dit huis? Dit hebben wij niet gemaakt, dus wat vinden jullie eigenlijk van dit huis? Even een mening. En vinden jullie die mooi, wat moeten we ermee doen? Behalve natuurlijk exploderen of kapot maken, maar dat mag niet. Nee, maar ik vind persoonlijk het huisje, het is wel even wat, maar ik vind dat het wat te weinig details hebt. Zeker ja, bij moet de, wat meer details in. Ja, er moet wat ietsjes meer details in, dus ja. Maar goed, dat gaan we nog allemaal naar kijken. Ja. Maar in ieder geval, het gaat eventjes om de herberg. Ja, om jouw herberg. Waar gaan we beginnen hier? Pas je op? Wat? Pas je op? Haasje. Oh ja, nou ja, het is nog niet helemaal af namelijk, dus ik moet nog eventjes een kelder onder maken. Maar, hoe dan ook. Nou, zoals we hier zien, we hebben de muur. Dit is de hoge kant eigenlijk. Want het staat in principe op een heuvelzijkant, dus ja. De ene kant van het gebouw is hoger dan de andere kant. Nou, we hebben dan twee gedeeltes in deze herberg. Nou, weet je wat, laten we gewoon naar binnen gaan. Dat is het makkelijkste om te laten zien natuurlijk. En we beginnen niet hier, dat komen we straks wel langs. We lopen even er langs nog. Ja, kan je me volgen? Ik volg je. Ik luister, ik kijk en ik huiver. Goed zo. Nou, we komen hier op het gedeelte wat nog niet af is. Want dit moet eigenlijk nog een gedeelte worden van de herberg, waar nog wat tafeltjes en alles komen. En er staat opeens een heel mooi bord, wat ik niet weet wat het doet, maar... in ieder geval... Lau, ga eens af. Ga eens af jij, met je bordje. Jerry, blijf staan trouwens. Ik ben altijd al nieuwsgierig wat er nou in jouw hoofd rondgaat. Even kijken. Hé, wacht even kijken. Laat maar. Er gaat heel veel rare dingen in jouw hoofd, maar ja, ga maar verder. Nou, hier moet dus wat tafeltjes komen, een hele mikmak. En nou, hier dat hou ik gewoon lekker mooi open. Er moet nog een dak op natuurlijk. Ja. Nou, hebben we hier alvast wat tafeltjes staan, maar natuurlijk een heel gezellig open haartje. Waarom heb jij hier deuren staan, Jerry? Dat is... Waarom zijn iedereen nou zo stupid om te zien dat dit fucking... hoe noem je dat ook weer? Het zijn stoelen. Ja, maar daarom zeg ik het even in deze aflevering. Want ja, in de DHD-server, ja man, dat is een beetje zonde dat ze daar een deur hebben neergezet. Maar die jongens, ja, in de DHD-server of zo hadden ze ook een van mijn huisjes en daar had ik het ook neergezet. En toen dachten ze dat het een of andere random deur was die er stond. Maar als je nou eens gewoon, als ze goed gekeken hadden... En is het een deur? Maar als je zo kijkt, is het een deur met een slab? Ja, en dat lijkt op een... Zeker als ik je nog even armleuningen geef, als je even maar 2 seconden geeft. Nee, ik kan niet. Je kan het niet aan deze kant de armleuning geven, denk ik. Want dan zit je met het ruimte. Ja, aan de andere kant doe ik dan gewoon een item frame. Maar kijk, hier. Nou, dat is toch overduidelijk een stoel, of niet? Of niet? Oh ja, het is een stoel, inderdaad. Heb je gelijk. Nee, het is leuk, maar ja. Nou, open haartje in ieder geval. Marshmallows? Sowieso, barretje. Met tap natuurlijk. Oh, dat is niet altijd goed. Hey, ik ben volgens mij in de keuken, of niet? Ja, het is natuurlijk een herberg, dus je kan niet aan. Je moet natuurlijk ook een beetje je gasten natuurlijk wat eten kunnen geven. Dus we hebben inderdaad hier heel mooi een keukentje met een heel modern elektrisch gasfornuis, maar niet eens. Gewoon nog een oude houtskachel. Zo, het wakkert wat meer aan zo. Mm-hmm. Oké, dat is een nice. Laten we de rest zien.
beetje licht. De rest. Nou, voor de rest heb ik eigenlijk niet heel veel gebouwd hier zo. Nou ja, niet heel veel, het is al behoorlijk veel, maar... hierboven, waar we nu lopen, moet in principe het leefgedeelte komen van de herberg-eigenaar. Ik weet niet hoe dat precies noemt, dat heeft nog een naam, dat weet ik niet. Kantoor? Nee, gewoon leefruimte, weet je wel. Leefruimte, oké. Dus hier chillen, relaxen, dat soort dingen, of is dit jouw rustruimte? Nee, gewoon waar die woont. Oké. En even kijken, hier moet nog een gangetje komen, want dan ga je hier de trap op. Ja. En dat gaat nu heel lastig, maar hier moet dus nog een verdieping komen. Yes. Waar we nu op. Ik heb een beetje hoogtevrees hoor. Ja. In ieder geval, nou, als jij van mij komt dan. Ik ga met je mee. Dit moet allemaal nog natuurlijk verbonden worden met die trap daar zo. Maar hier bovenop komt dan in principe een slaapzaal, weet je wel. Herberg, slaapzaal. Snap je? Ik begrijp. Jij begrijpt? Ik begrijp. Jij begrijpt. Ik begrijp. Maar genoeg over dat. Ja, jij had verder ook nog wat leuks. Ja, maar het ziet er wel nice uit. Dus, ja. Ja, mooi toch? Ja, we gaan naar beneden. Zien. Ja, we gaan naar beneden. Ja, we gaan even naar beneden. Ja. Maar ja, wat, zoals jullie al zien, ja, de farm is een beetje weg en wat dingen. En ja, er staan al wat wiets en zo, want dat heb ik even snel weer even geplant. Maar we zijn druk de boel aan het verhuizen. Zoals jullie zien, de schaap is hier weg. De schapen zijn nog steeds op dezelfde plek. De koeien zijn weg en de varkentjes en de kippetjes zijn allemaal voetsie. Nou, het is heel simpel. Ze zijn verhuisd naar hier naartoe. Hier zijn de schapjes nog steeds. Hallo schapjes, schapjes. Hey, Black Sheep. En dat is één mondgoeie film trouwens. Black Sheep, joh. Vet vaag film. Daar kun je wel lang niet uit lezen. Nou, hier zijn de varkentjes, daar zijn de kippetjes. En ja, we hebben ook nog een heel plan met dit, zeg maar, de bomen hier weg. Ja. Je soortgenoten. Ja, hij houdt van je, hij kijkt je aan. Wat emotioneel, pap. Lees het bord maar even. Hè? Dit bord. Dit bord. Banaan. Oh, banaan. Nou ja, zoals jullie zien, tree farm, en dan heb je een tree farm, maar die boompjes hier gaan allemaal weg. Dit gaat gedeelte weg, die bomen hier gaan nog weg. Dan komt hier een gigantische grote molen. Met ja, watermolen natuurlijk. Met een waterrat en alles eraan, en dan gaat het water hier naar beneden met allemaal wheat. Dus dat gaan we wheat. Nog allemaal fixen. En dan moeten we nog een nieuwe farm maken voor de potato's en voor de wuttels. En voor de wuttels. En ja, voor de rest, we zijn ook al druk bezig geweest met de muur. Dus ik laat jullie even gedeelte van de muur hier daar al zien. Daar heb ik heel veel aan gedaan. Daar heb ik helemaal in mijn eentje lopen maken die weer. Die heeft er helemaal niet zijn eentje lopen maken. Hij heeft niks gedaan. Maar even kijken hoor. Eet! Sorry, ga door. Kijk, hier gedeelte loopt helemaal daar nog naartoe. Ja, ik heb een beetje junkload veel, maar dat maakt zo uit. Voor de rest, ja, er komt nog een hele muur, dubbele muur. Wat wordt nog allemaal gemaakt, want ja, we willen toch een beetje het gebied gaan claimen. Ja, want het is wel ons gebied, hè? Ja, dit is ja, zullen we de naam al even zeggen? Want ik had een epische naam verzonnen. Mag ik hem zeggen? Nou, dan mag jij het zeggen. Dragorim. Nee, Dragorim. Ja, dat is Dragorim. Dus jij gaat toch ook geen Jerry, maar Jerry? Nou, sommige mensen noemen mij ook gewoon kaart Jerry. En dat vind ik keihard racistisch. Ja. Dus voor de mensen die dat doen. Hé, hey, duimpjes katten. Omhoog dat jullie voor Pat zijn. Pat vind ik ook helemaal prima, maar geen Jerry. What the fuck, Jerry? Dat klinkt niet, het is gewoon Jerry. Punt klaar, niks anders over zeggen. Jerry Springer. Jerry! Maar ja, voor de rest laat ik je nog wat zien. Ja, ik heb pak man, ik heb een dikke chunk lopen. Maar ja, maakt niet uit. De koeien. Oké, hier ben ik nog met een projectje bezig. Nou, als jullie zien is het wel aardig groot. Wat? Oh, dat? Nou, hij had een klein huisje maar, joh. Dat is hartstikke klein. Maar het huis van mij ben ik al vanaf het begin, met die herberg van mij ben ik al vanaf het begin bezig. Ja, hij ziet wat ik ondertussen allemaal heb gemaakt. Maar hier zijn de koetjes. Een nieuwe koeienfarm. Nou, want onze koeien werden elke keer gegriefd. Ja, die werden steeds gekild door andere mensen. En blablabla. Bla. En ja, dan weet je het wel weer. We hebben weer nodig. Ja, we geven ze wel weer wat eten. Want dan krijg je wel weer meer. Maar ja, sorry. Als je al die beesten kilt, zeg maar. En er staan nog maar twee open. Ja, dan krijg je niet meer zoveel als deze. Hè? Dan gooi je wel nog. En daar werden we knap zagrijnig van. Jerry, doe niet zo dirty. Dat team.
Get dirty with me. Get dirty with me. Waarschijnlijk krijg je copyright op je ding nu. Ja, nee, boeien. Banaan. Ja, heb jij nog wat te laten zien, Jerry, of is dit een beetje... Nee, maar wij kunnen nog wel wat te vertellen. Dat is. We hadden toch het pas geleden Garry's Mod gedownload. Ja. Wat was jij daar ook weer mee van plan? Oh, ja, daar gaan we binnenkort ook een serietje mee beginnen. Maar de vraag is natuurlijk aan de kijkers van, wat moeten wij met Garry's Mod doen? Moeten wij prop hunt. Terrorist down? Moeten we prop hunt doen? Moeten we Jerry een Anoprobe geven? Nou ja, noem maar op. Wat? Nee. 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 Oh, zoiets. Nee, maar dat is wel goed. En ik heb ondertussen al 130 abonnees, dus nog 20 te gaan. En ik ga een invite weggeven voor de DHD-server. Dus voor de enige echte DHD-server komt een invite weg. En dat is deze server. En als mensen niet geloven, doe jij eens even /spam, want dan geloven ze het meestal wel. Nou, dan doen we even /spam. En dan zijn we bij de spawn. En dan zijn we Jerry. En dan zien we Jerry. En dan zitten we Golden Angel, dat is de admin. Admin, nou ja, dit is echt de DHD-server, admins, blablabla, David, Kyle, Cereza, dit is mijn Isaac, Jarmo. We zijn momenteel niet op zoek naar staf, soms. Hier zijn de... Ja, wat zijn wat wil je daarmee zeggen? Niks. Maar dit zijn de... De ranks een beetje, hoeveel uurtjes je online bent. Nou ja, zoals je ziet ben ik al... Wat was ik? Ik was een ervaren starter. Ik ben starter. Maar Jerry is starter. Maar ik ben bijna... Hey, Jerry, ik ben bijna een fiets volgens mij. Even kijken, wat? Slash, air... Check. Hey, Jerry! Ja. Kijk eens! Hey! Ik ben een babyfiets! Yeah! Fiets! Babyfiets, yay! Fucking nice. Yay. Ik ben bijna ervaren starten, dus je loopt alweer een volledige, meer dan een rank voor op mij. Want ik moet nog... Even kijken, ik moet nog 1 uur... Ja, ik moet nog 1 uur, ik heb nog 1 uur te gaan. En dan ben ik ervaren starten. Maar geef toe, onze doel is toch wel banaan. Uiteindelijk wil ik sowieso wel voor banaan gaan. Maar volgens mij, we gaan de video afsluiten. We zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet even het groene duimpje. Wat vind je van die deur? Die deur vind ik fucking epic. Welke deur? Oh, je bedoelt bij de ingang, wat doe je daar? Deur, mooie deur. Nou, dan gaan we daar nog even zo kijken. Ja, even bij een hele mooie grote deur kijken. Maar bij 10 likes of meer komt er een nieuw deal online deze week al. Bij niet meer 10 likes of meer, dan komt het volgende week gewoon weer online. Dat kan ook geen probleem. En anders, als jullie gewoon niet liken, ik weet waar je woont. Ja, Jerry weet waar jullie woont. Dus, Maar voor nu zeg ik tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren op Gonzi Games. Vergeet niet Jerry te twerken. Like voor Jerry. Als je nee, plaktoets! Weet je wat we doen? Hey, bij 15 likes of meer gaan Jerry en ik gaan één aflevering lang. Gaan wij 5 minuten lang een boom twerken. Dat zenden we gewoon uit. Dan gaan we gewoon 5 minuten lang, even versneld natuurlijk, gaan we gewoon een boom zitten te twerken zo. In real of in Minecraft? Nou, in real manier. Ik weet niet of jij splinters wil hebben, maar... Maar in ieder geval... In ieder geval mensen, tot de volgende keer. En ik zeg later. Later.